Treinen trillen, huizen kapot in Tricht. Althans, dat beweren de bewoners van de Bedusdorp. 8 op de 10 treinen die voor trillingsoverlast zorgen in Tricht zijn te zwaar beladen, menen zij, met beschadigde woningen en verstoorde nachtrust tot gevolg. De inwoners, verenigd in Trilvrij Tricht, willen dat de inspectie de overbelasting aanpakt, zodat de overlast afneemt. Overigens wees ProRail eerder alle schadeclaims van de bewoners af. 12 woningbezitters stappen daarom binnenkort naar de rechter om alsnog een poging te doen hun gelijk te halen.